wilt, moet je belasting betalen. Oh. Wat is er? Ik heb geen geld. Oh, maak je daar nou maar geen zorgen over, kleine Isa. Ik ken Zacchaeus. Hij werkt voor de Romeinen en ik ben een Samaritaan. En geen van beiden zijn we erg populair in dit land. Daardoor zijn we vrienden geworden. Daar heb je hem al. Goeiedag, Zacchaeus. Waarom lach jij? Omdat u net zo groot bent als ik. Dat is tenminste aardig gezegd. De meeste mensen lachen me uit omdat ik kleiner ben dan zij. Maar dat kunt u toch niet helpen? Zacchaeus, je hebt zojuist kennis gemaakt met een echte koning. Izar van Magodia. Zo. Zo, ja, dat zie ik. Een pracht van een gouden kroon. Daarvoor zul jij moeten betalen, kleine koning. Kom, kom, Zacchaeus. Van een echte koning vraag ik toch geen belasting om Jericho in te rijden? Wat zoekt een echte koning nou in Jericho? Johannes de Doper. Oh, Johannes de Doper. Dat verandert de zaak. Hoezo? Johannes is mijn vriend. De meeste mensen kijken me met de nek aan omdat ik in dienst ben van de Romeinse bezetters. Maar Johannes niet. Nee. Hij vindt mij niet slecht. Hij heeft mij zelfs gedoopt in de Jordaan. Gedoopt? Wat is dat? Nou, dat betekent dat je je zonde bekent aan God. En dat hij je de zonde vergeeft. Het betekent zo'n beetje dat hij dat je opnieuw mag beginnen. Oh, moeilijk? Ja, dat is het. Misschien begrijp je het als je groot bent. Of als iemand het je uitlegt, hè, die beter thuis is in dat soort zaken. Je zou het aan Johannes de Doper zelf moeten vragen. Eens kijken, hoe zou je hem nou het beste kunnen vinden? Ik weet het al. Bartimeus. Bartimeus? Maar hij is blind? Ja, blind geboren, kleine Isa. Een zielige man. Leeft van wat anderen hem toestoppen. Wat hij daaraan heeft, is zijn hele bezit. Wat vreselijk. Ik heb geen geld, maar wel dit. Hier. Dat lijkt wel een kroon. Ja, dat is alles wat ik bij me heb. Ach, jongen, wat heb ik aan een kroon? De mensen zouden denken dat ik hem gestolen heb. Stel je voor, een bedelaar met een kroon. Bartimeus heeft gelijk, Izar. Maar het is wel erg aardig van je. Je bent echt een koning, zie ik. Je hoeft geen tol te betalen. Hier. Geef hem dit maar. Daar heeft hij meer aan. Alsjeblieft. Van de Samaritaan. Dank u wel. En van mij krijg je ook wat, Bartimeus, als jij deze kleine koning naar Johannes de Doper wil brengen. Ah, Johannes de Doper. Jij weet toch waar je hem vinden kunt? Zeker, zeker. Dan gaan we maar. Hartelijk bedankt, Zacchaeus. En u ook. Zonder uw hulp was ik hier nooit gekomen. Blij dat ik je kon helpen, Isa. Zo, een kleine jongen ben je nog, Isar. En dan al koning. En hoe kom je helemaal hier? Heel lang geleden heb ik een prachtige ster gezien. En dat betekende dat de koning van de wereld geboren was. En omdat ik helemaal alleen was in het paleis, wou ik naar hem toe om met hem te spelen. Maar ik kwam te laat in Bethlehem.
Koning Herodes had ook gehoord van de geboorte van de nieuwe koning. En hij wou hem doden. En toen heeft hij alle kleine jongetjes van Bethlehem vermoord. Maar hij wist niet dat de nieuwe koning al naar Egypte gevlucht was. Egypte? Ben je daar dan ook al geweest? Ja, en nu ben ik hier. Dat is heel wat. En dat voor zo'n kleine jongen als jij. En helemaal alleen. Nee, niet alleen. Ik ben met Asinus. Asinus? Mijn ezel. Hier, voelt u mij. Hij laat me nooit in de steek. Oh, wat is hij zacht en zo warm. Wat heerlijk om zo'n vriend te hebben. Ik heb ook maar één vriend en dat is Johannes de Doper. Ik heb hem eens gevraagd. Ja? Wat hebt u hem gevraagd? Ach, het was een domme vraag. Dat wist ik eigenlijk wel. Maar je blijft toch hopen, zo oud als je wordt. Wat hoopte u dan? De mensen zeggen, je bent blind geboren, Bartimeus. Je weet niet wat je mist. Maar ze begrijpen er niks van. Ze begrijpen niet hoe erg het is om zo te moeten leven. Als ik had kunnen zien, had ik eerlijk werk kunnen doen. Had ik geld kunnen verdienen, net als iedereen. En dan altijd die praatjes. Wat voor praatjes? Diezelfde mensen die zo goed weten wat ik niet mis. Ze zeggen altijd dat het wel de schuld van mijn vader en moeder zal zijn geweest dat ik blind ben. Waarom? Ze zeggen, je vader en moeder zullen wel een slecht leven geleid hebben. Of misschien komt het wel door je eigen zonde. Het is de straf van God voor je zonde, zeggen ze, hoe je het ook bekijkt. Zonde? Wat is dat precies? Dat is als je iets doet dat eigenlijk niet mag. En je weet dat het niet mag, maar je doet het toch. Begrijp je? Oh, ja. Maar iedereen is toch wel eens ongehoorzaam? Dat zei Johannes ook. Niet om het goed te praten natuurlijk. Maar als ik door zonde blind geworden was, zei Johannes, dan zou iedereen blind zijn. Ja. Maar toch, ik had zo gehoopt. Wat? Dat hij me ziende kon maken, Johannes. Maar hij zei dat hij dat niet kon. Hij kan geen wonder doen. Maar hij wist dat er iemand is die het wel zou kunnen. En wie is dat? Hij zei dat die man Jezus heette. Jezus? Maar die zoek ik. De koning van de wereld. Ah, zoek jij Jezus? Ik dacht dat je Johannes de Doper zocht. Ja, omdat hij misschien weet waar ik Jezus vinden kan. Oh, nou begrijp ik het. Nou, daar maak je een goede kans. We zijn er. Ik ruik het water. Dit is de Jordaan. Wat een brede rivier. Johannes is hier altijd in de buurt. Zie je hem niet? Hoe ziet hij eruit? Ach, neemt u me niet kwalijk. Oh, geef niks, kleine Isa. Ik weet dat hij lang is en hij heeft een prachtige stem. En hij draagt een lange mantel van kameelhaar, geloof ik. Oh, dan moet hij het zijn. Zie je hem? Ja, ik zie hem.